Goedemorgen jongens. Het is momenteel 7:05. Mijn wekker ging net om 7:00. En toen heb ik natuurlijk eventjes mijn camera neergezet en zo. Vroeg opstaan is niks voor mij. Maar goed, ik ga jullie even uitleggen waarom ik zo vroeg ben opgestaan. Leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Kratje naar Sixpack. In deze aflevering is de challenge dat ik elke dag om 7:00 mijn bed uit moet. Maar wetenschappers hebben ontdekt dat ochtendmensen vaak gezonder eten en daardoor ook sneller afvallen. En dat mensen die laat opstaan meestal meer suiker nemen, verslaafd zijn ook aan suiker, minder eiwitten nemen, dus moeilijker afvallen. Dus ik ga testen hoe het is om elke dag om 7:00 op te staan. Let's go! Het is weer tijd om te gaan gymmen. Ik moet zeggen jongens, dat vroeg opstaan, dat is echt niet mijn ding. Ik hou er gewoon totaal niet van en het is eigenlijk ook niet nodig. Maar het is dat het deze week de challenge is. Dus ja, we moeten er maar aan geloven. Kom maar, laatste keer om de stift leg, hamer. Ik Dat was hem weer jongens. Maandag, Kill Vincent dag. Maar we hebben het overleefd. Ik heb vanochtend ontbeten met een havermout pannenkoek. Dus 2 eieren erin, 1 banaan en dan havermout. Maar weer echt zo trillerig jongens. Het komt gewoon omdat zeg maar ik heel laag in mijn energie zit. Weinig eet voor mijn doen en ik sport het ook weer gelijk weg. Dus ik ga lekker naar huis en dan ga ik eventjes lekker wat eten. Even een beetje kipfilet, misschien een beetje kwark. Maar jongens, het zit er weer op. Overleefd. Yes! Daar gaan we weer. Goedemorgen, dag 2 dat we om 7:00 gaan opstaan. Zo jongens, kijk hoe het er buiten uitziet. Het is nog helemaal mistig. En er rijden nog maar een paar auto's. Kijk dan even. Goedemorgen allemaal, het is momenteel 7:15 en ik heb al een lekker koffietje gezet en ik zit al lekker aan mijn bureau. Maar ik heb goed geslapen, dus ik voel me niet heel moe. Dus dat is fijn, ik moet nog een beetje zacht praten, want hiernaast ligt iedereen nog te slapen. Kijk, weet je, het is voor, ik heb dus niet heel veel reden om vroeg op te staan. Want ik kan wel om 7:00 opstaan, maar als ik vervolgens niks te doen heb, dan heeft het geen zin. Want dan zit ik bijvoorbeeld op de bank iets te kijken of dat heeft niet heel veel zin. Maar vandaag komt het goed uit, want ik ga mijn vlog editen. En om 9:30 moet ik naar de chiropractor. En anders dan zou ik dus daarna moeten gaan editen. Om 11:00, dan zou ik om 1:00 klaar zijn. Maar als ik nu alvast ga editen, dan ben ik als het goed is straks gewoon alweer klaar. Voordat ik naar de chiropractor ga. En dan heb ik nog de hele dag om andere dingen te doen. Dus jongens, koffietje erbij en lekker editen. Let's go. Wat ik nu trouwens ook elke ochtend doe, is gewoon sowieso 2 glazen water drinken voordat ik überhaupt de deur uit ga. En ook gewoon voordat ik ga ontbijten, gewoon 2 glazen water. Wat ik dus nu standaard ook doe, is ik begin de dag altijd gewoon met 2 glazen water. Gewoon altijd even water erbij, koffietje. Maar het is altijd goed om gewoon eerst water te drinken, want dan heb je ook niet zo'n hongergevoel. Dus dan ga je ook niet denken van, ik heb zin in een brood of zo. En het is gewoon goed voor jongens. Stay hydrated. Een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes. Het is momenteel 8:15. Mijn wekker ging wel om 7:00, maar ik moet zeggen, vandaag had ik het echt eventjes zwaar. Dus ik heb nog heel eventjes, ging nog even een 30 minuten doorslapen. Een soort van slapen, liggen, ik weet eigenlijk niet wat het was. Maar goed, ik zou eigenlijk 7:15 gaan hardlopen. Maar toen keek ik op het weerbericht en het was echt nog maar 6 graden buiten. Dus ik dacht, nee. Dat gaan we niet doen. Het is nu 7:45. Ik ga even Wim wakker maken, want dan gaan we hardlopen. En als het goed is, is het buiten nu ook al wat lichter. Dus let's go. Hey. Hey Wim. Hey. Je ligt er al helemaal klaar voor. Ja, ik ben er klaar voor. Maar ik moet zeggen, ik had het vanochtend echt even zwaar. Mijn wekker ging om 7:00. Ik hoorde het.
Toen keek ik op mijn weerbericht, zag ik dat het 8 graden buiten was. Toen dacht ik, oh, even wachten. Het was ook geen licht buiten. Maar we gaan alsnog hardlopen, jongens. Moet je eens even kijken, jongens. Het is wel weer echt mooi in de ochtend. Het zonnetje daar achterin. Nog lekker die mist daar bij die weilanden. En wij gaan hier hardlopen. Dus ik ga me omkleden en dan gaan we gewoon lekker lopen. Het is nog koud buiten, dus ik heb even een mutsje opgezet, truitje aan. Willem de Strijder gaat in korte broek, dus jongens, let's go. Hey Wim, toch wel koud, hè? Het is heel koud. Met zijn korte broekje aan. Kijk, ik ben niet enig. We hebben het overleefd. Oh, oh, oh. Jongens, ik moet zeggen, het was best wel pittig. Maar ik train dus nu bij Hedo ook heel veel mijn benen. En ik had gisteren ook weer getraind. En de dag daarvoor ook alweer. Dus ik merk dat mijn, zeg maar, hardloopconditie is ook een hele andere conditie als bijvoorbeeld boksen of gewoon gymmen. Maar Wim, goed, hè? We hebben het overleefd. Goedemorgen, jongens. Het is vandaag donderdag, de vierde dag. Morgen, vrijdag, vijfde dag, 6 over 7. Oh. Goedemorgen, jongens. Het is zaterdag. En ja hoor, 7 over 7. Ik ben het zat. Het is vandaag zondag, jongens. En dat betekent dat vanochtend de laatste keer was dat ik om 7 uur moest opstaan. Kijk, het is natuurlijk leuk dat ik elke dag niet om 7 uur ben opgestaan. Maar het heeft voor mij eigenlijk niet echt een goede reden. Want als ik om 9 uur opsta, dan kan ik alsnog alles op een dag doen wat ik moet doen. En dan heb ik zelf nog tijd over. Dus het was een leuk experiment, maar ik ga het niet nog een keer doen. Maar wat wel een voordeel is, is dat, zeg maar, doordat ik om 7 uur opstond, had ik, zeg maar, al om 9 uur gewoon volle energie om gewoon heel de dag te beginnen. En ik moet altijd in de ochtend best opstarten. Dus als ik bijvoorbeeld, wat is het, om 9 uur mijn bed, dat komt om 10 uur, 10:30, dan pas word ik actief. En dat is wel een voordeel van om 7 uur opstaan. Je bent gewoon gelijk actief om 9 uur al om de dag te beginnen. Maar goed, jongens, ik eet even in een parkie en dan ga ik richting de sportschool. Want Joris is, als het goed is, daar al. En dan ga ik even met hem mee boksen. Ik ga niet kracht doen, echt per se. Omdat morgen is maandag en dan is het weer, hey Vincent, ik maak je dooddag. Zin in. Dus ik ga daar gewoon even heen, lekker boksen. Misschien willen we nog zwemmen, want er is ook een zwembad daar. En dan de sauna in. Nou jongens, ik moet zeggen, die kwark komt ook wel een beetje mijn neus uit hoor. Ik heb zin in gewoon een lekker broodje. Een broodje carpaccio. Daar zijn ze weer, jongens, de zakken. En daar is Joris, de bokskoning. Vechten. Oké, jongens, we doen dus nu weer 10 rondes van een minuut boksen, 30 seconden rust en dan weer boksen en dan 10 rondes. Nou, het is lekker voor hun conditie, jongens. Oké, jongens, laatste ronde. We kunnen naar Joris. Hij zit erop. En nu lekker de sauna in. Joh, ik moet zeggen, dat hebben we weer goed gedaan. Dat was weer leuk. Dat was weer echt fantastisch leuk. Lekker gezeten. Echt een bokskoning jij, hè? Echt een winkie, hè? Echt een winkie. Dus dat was hem weer. Ik ben kapot. Het was alleen boksen vandaag, omdat ik al zei, morgen heb ik weer een training en dan wordt het Kill Vincent dag. Dus ik dacht, ik doe vandaag een beetje rustig aan. Maar goed, ik ga weer lekker naar huis, jongens. Dames en heren, zie hier mijn standaard boodschappen. Kippendijfilet, paprika, een grote bak magen kwark, kipfilet en een courgette. Zo gevarieerd. Zo jongens, de week zit er alweer op. En ik moet zeggen, ik heb het prima overleefd. Ik vond het af en toe echt wel lekker om lekker vroeg mijn bed uit te gaan. Dat ik gewoon nog de hele dag voor me had. Maar dit was 1 week. En voor de rest, wat ik al zei, het heeft voor mij geen zin om heel vroeg op te staan. Dus als ik om 8:30, 9:00 mijn bed uitkom, is het ook al prima. Bedankt voor het kijken naar deze video. En vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.